Als het aan justitie ligt, gaan de twee broers die de zware mishandeling op het Stadhuisplein op hun geweten hebben, de cel in. Het Openbaar Ministerie eiste vanmorgen tegen de jongste broer 2 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Tegen de oudste 1,5 jaar. De broers moesten zich samen voor de rechter in Den Bosch verantwoorden voor poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. De oudste schopte en sloeg die nacht zonder aanleiding het slachtoffer in elkaar met onder meer een karatetrap. Beide broers lieten hem vervolgens achter. De mishandeling werd vastgelegd op bewakingscamera's. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant liet de beelden van de mishandeling zien op tv.